Na drie keer. Oh ja, zalig. Ja, dat is vliegen. Wow. En dat niet stopt zeker. Mis cozy. Yep, single track, alike. Ola, zien dat die niet aanvallen. Hey, wat is dat jong? Was dat een verzand? Oh, daar win ik niet van. Ja, maar een wijs zei dat ik hier linksaf moest. Ola, party. Dag allemaal, ik sta hier vandaag in Lille om de blauwe lus van Lille te rijden, Lille Beersen. Ik heb me laten vertellen dat deze eigenlijk een afgeslankte versie is van de rode lus. Ze is wat minder technisch, ze is wel wat langer, maar ze is ook zeker een aanrader. Dus als je hier in Lille bent geweest, moet je zeker de blauwe lus ook een keer gereden hebben. Ik kon er verder niet te veel woorden aan vuil maken, ik kon er eigenlijk gewoon gelijk aan beginnen. Let's go! Bon, wat ik alvast kan zeggen, dat is dat een blauwe eigenlijk vertrekt op het einde in de tegenovergestelde richting van de rode. Met de rode komt hij eigenlijk van ginder gereden en zelfs zo biedt ergens uit het bos van een laatste stukje single track. Ik ben eens benieuwd, de blauwe, die draait als ik mij niet vergis af richting het noorden. Terwijl dat de rode eerder zijn eigen zo wat westelijk bevindt ten opzichte van het startpunt. Ah voilà, hier draaien we weg. De rode kwam van links, nu gaan wij de blauwe volgen naar rechts. En om het extra verwarrend te maken is de blauwe wandelroute, verlooproute, ook naar hier. En dan gaan wij braaf de bordjes volgen. Hè. Oh, ik moet zeggen, het is echt fris. Brrr. Ik dacht, ik doe mijn beenstukken niet aan, want die benen zullen het wel warm hebben, maar... O jee, dat was niet mijn meest heldere beslissing van vandaag. Voilà, hè. Blauwe wandelroute, of looproute. En de blauwe mountainbike route op hetzelfde stuk. Dus, dat moeten we wel even delen met de wandelaars. Ik weet niet wat dat hier op een zondagmorgen te druk is, maar dat het hier vol mensen loopt en dan ook nog eens vol mountainbikers rijdt, dan... Ik ga hier zeker geen segmentjes pakken. Tenzij je op een single trackje. Daar moeten ze niet wandelen. Rechtsaf. Mai. Je moet het niet missen. Dat doen we denken aan een paar 180 graden bochten. Op de groene lus van Hoogstraat de Wortel. Dat was ook zo op het laatste moment een bordje en alles omgooien. Maar bon, ik had me meegeven. En we zijn weer aan het cruisen. Oula, dat is hier niet te missen. Maar, mooi, mooi, mooi. Toch even dat single track gevoel. Na drie keer, oh ja, zalig. Ja, dat is vliegen. Wow. Jongens, heerlijk. Dat was dus hetgeen waar ze het over hadden. Die bultjes. Man. Dat is een fijne extra. Ik ben fan. Jotja. Hier, oh, nog één. Amai, echt. Totaal geen idee wat daarachter ligt. Gewoon hem op snelheid pakken. Heerlijk. Ja, deze is duidelijk. Het accent in de route dat ik zocht. Aanstekelijk, toch? Jongen, zo fijn. Hopla. En dat niet stopt, zeker. Ja, heerlijk. Heerlijk. Jongen. Oh, amai. Zo'n meerwaarde. Ik ben fan, jongens. Ik ben fan. Geweldig. Hier moet je even oppassen. En gelijk naar rechts bos in. Jazeker. Nog wat single track onder de wielen. Fijn. Ja, dit is het leven. Hè. Dit is het gewoon het leven. Even op asem komen. En even de baan. En teruggeven hier. Leuk. En ongeacht dat onder de bomen zitten, is hier best wel wat wind. Jongen. Rechtsaf.
te zien, hou we mooi blijven. Ah, rechtdoor. Lap. Dat was verwarrend. Ik was nog het verkeerde blauwe bordje aan het zien. Mi scusi. Ah, rechtsaf. Een beetje mijn stuur vastgeroest. We hebben hier tijd. Hop, single track, alike. Kan niks maken. Veel wind, smaak ik minder. Een bochtje, kan ik weer smaken. Hey, wat is dat? Of een brede pad is dat hier? Oh, dat is duidelijk niet voor de fiets. Nee. Gewoon ook niet proberen. Dan kan er wel eens ineens een kleine onderbreking zijn qua filmpjes maken. Gaat er ergens een gebroken knoopje moet genezen. Nee, gewoon niet riskeren. Hola, twee wandelaars in het wild. Zien dat die niet aanvallen. Hola, la. Joe, dankjewel. Men zegt mij naar links. Gaan we dat doen, hè? Hey, wat is dat, jong? Was dat een fazant? Fazant? Wow, daar win ik niet van. Brafje. Zeg, wat is dat met al dat vrachtverkeer hier op die zandwegen? Straks ook al in het tegengekomen. Sluikwegenskin of zo. Ja, maar een wijs zei dat ik hier linksaf moest. Ah, dat verklaart het. Ah, oh, wat een wind. Daal, jong. Ah, bon. Daarjuist was nog niet tegen de wind in. Dat is nou het geval. Geweldig huis. Kun jij ons gebruiken? Dakpannen. Ik geef het maar mee. Wie dat er dakpannen nodig heeft, moet naar het Hazenpad komen. Want blijkbaar noemt die straat hier zo. Nooit gedacht dat ik een popper ging zijn voor dakpannen te verkopen. Ik heb gemist. Juist niet gemist. Ja, ik moet wel zeggen, het is hier echt wel een bangelijk mooie regio. Uiteindelijk, als je dat ziet, hoeveel bossen dat er hier zijn, die weekendzones die dat allemaal aan elkaar verbinden, dat is wel fijn. Ik denk dat hier echt nog wel een leuke regio is voor te wonen. Plus ook, als je zo ziet, ik volg nu gewoon de bordjes van de Blauwe Lus. Maar als het puntje bij paaltje komt, en ik zou hier wat beginnen afwijken of wat beginnen freeriden. Ten eerste, mag het volgens mij, want ik kom hier nergens verbodbordjes tegen dat niet zou mogen. En ten tweede, links en rechts zie je echt wel potentieel van stukken bos die dat met een mountainbike leuk kunnen zijn. Dus, als gezegd, ik ga lekker in Lille die mountainbike routes rijden, want de Jimmy echt zei dat de moeite is. En je zou het een local kennen hier, hè, dan denk ik dat je die eerst eens even moet bellen. Want los van die mooie routes hier, denk ik dat je nog wel extra meerwaarde te bieden heeft. Allee, als hem zelf mountainbike natuurlijk. Misschien dat het een vervente wandelaar is ook. En dan kan die misschien zeggen wat je nog moet toevoegen aan de lussen om echt een onvergetelijke dag te beleven. Want ik zeg het u, de routes zijn bangelijk. Hij is echt goed. Schoon aangegeven, bordjes zijn top-notch. Maar ik zie ook nog wel redelijk wat potentieel liggen naast de lussen. Dus als je een local kent, geef je zeker een belletje. Want dat kan wel zeker voor meerwaarde zorgen volgens mij. Ik ken hier helaas geen locals. Ik denk het toch niet dat ik hier locals ken. Maar als ik er ooit een zou kennen of iemand tegenkom die net hier veel mountainbiked, dan zou ik toch de moeite nemen om het eens te vragen. Wat er hier nog voor extra's te beleven valt. Buiten de rode, de blauwe en de groene lus. Ik geef het maar mee. Oh jongens, deze float zo lekker, hè? Niet te doen. En zoveel grip in de bochten. Ik heb deze keer mijn bandendruk niet te bijzonder hard afgelaten. Ik denk dat ik nog altijd op pakt 1,8 aan het rijden of zo. En om eerlijk te zijn, de ondergrond biedt eigenlijk veel grip. Echt veel grip. Zoveel grip dat ik redelijk wat vertrouwen heb. Tot ik onderuit ga, dan is dat vertrouwen weg natuurlijk, maar
Ik ga dat proberen te vermijden. Nu, als ik zie, ik heb toch wel het gevoel dat ik hem redelijk plat kan liggen in de bochten. Zeker als ik die zijkanten van de band gebruik. Dus ja, zeker een die dat eigenlijk niet te vermoeiend is. Waar je een bandendruk niet te diep moet laten zakken. Hola, pardon. Waar je een bandendruk niet te diep moet laten zakken om toch een comfortabel en veilig gevoel te hebben. Maar waarbij dat je dan wel inboet op snelheid. Allee, op de verbindingstuk bedoel ik. Hè. Dus ja, zeker meepakken. Ik ben ook fan van de blauwe hier. Hola. We zien min of meer een straat. Even oppassen. En ga ze open. Of mazoet. Of batterij. Dat allemaal niet uitmaakt. Alles kan tegenwoordig. Mijn GPS snapt het weer even niet. Who cares? Ah, hier zit wel de oprit Afrit Lil, denk ik. Op de N34. Jawel, jongens, jawel. Hier links is dat rond punt aan de afrit van Lil, Lilse Bergen. Dus dan weet ik waar we aan het bollen zijn. Ja, bochtje links. Mooi, mooi, mooi. Ziet dat hoe goed dat allemaal is aangegeven, jong. Die wortels. En ook die bordjes, die is echt topnotch hier. Ik ben pro aan de gemeente van Lil. Of aan de vrijwilligers. Of krachten die dat, deze hier op poten hebben gezet. Kudos. Fijn werk, mannen. Fijn werk. Echt waar. Ik apprecieer het. En ik blijf het herhalen. Goed gewerkt. Oh, jongens, deze float lekker. Je kunt echt zo rustig 20, 25 aanhouden, denk ik. Ik heb mijn snelheid nu niet op mijn Garmin staan. Maar toch wel 20, 25 aanhouden. Die wel liggen in de bochten. Blijven trappen, want door die kommetjes is dan de binnenkant wat uitgehold. En gewoon blijven genieten. Die snelheid erin blijven houden. Zelfs remmen is niet nodig. Oh jongen, jongen, leuk, leuk, leuk. Vom, 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 vom. Oké, dat ging even omhoog. Oh, cool. Ja, ja, leuk, leuk, leuk. Ziezo, de blauwe zit erop. Wat vond ik ervan? Hij is, zoals dat ze aangeven, iets minder technisch als de rode. Maar, ja, hij is wel heel goed onderhouden. Er zitten nog altijd leuke stukken in. Want daar op een gegeven moment, ik denk op ongeveer 1/3 van de afstand, kwamen we die bult tegen. Waarbij dat je een paar essen maakt eigenlijk. Bos in, terug op de verbindingsweg, terug het bos uit en zo. Dus ja, dat was zeker wel een serieuze meerwaarde. Dat was wel leuk. Verder door op 2/3 van de afstand en eigenlijk vooral ook tegen het einde dat je terug aan de Lilse Bergen komt, dan heb je daar dat single trackje. Enorm flowy. Je kunt daar de snelheid heel goed inhouden. Je moet bijna nooit stoppen met trappen. Omdat eigenlijk de bochten ja, net flauw genoeg zijn om ja, niet te veel angle te creëren. Waarbij dat eigenlijk een trapper de grond zou raken. Dus dik in orde. Ja, zoals ik ook eerder al zei, bordjes zijn bangelijk aangegeven. Ze hebben de wortels overal gespoten. Oneffenheden en zo waar je op zou kunnen vallen. Die hebben ze aangepakt. Dus ja, er is echt extreem veel werk ingestoken. Ik vond het zeker ook een aanrader. Als je zei en je hebt de rode al gereden of je hebt de rode op de planning staan, pak dan deze er zeker bij. Want je gaat er in ieder geval zeker plezier aan hebben. Dus ja, een aanrader. Ik zou zeggen, laat je fiets op. Ik kom zeker af naar hier. Ik kom hier een keer rijden. Goed, bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze een leuke video? Geef hem zeker een likeje. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En als je tips, tricks, comments hebt, eventuele ideeën van lussen die ik hier in de buurt zeker moet rijden, zet ze dan in de comments hieronder. En dan maak je daar hopelijk zo snel mogelijk werk van. Goed, merci voor het kijken. Tot de volgende. Salutjes. Dag.